omdat het heel spectaculair is. Omdat het een enorme uitdaging is. Omdat wij allebei hoogtevrees hebben. Hey, de luchtballon vandaar. Was dat meteen een goed idee? Kijk, op papier zijn dingen vaak altijd een goed idee, hè? Tijdens de bucketlist-uitzendingen van de Koen en Sander Show maken de mannen een radioprogramma op bijzondere plekken. Schiphol, de set van Goede Tijden Slechte Tijden, de Johan Cruijff Arena en op zolder bij Koen. En vandaag wordt er een bijzonder item van de bucketlist afgestreept. Ja, dit wordt voor ons denk ik wel het kerstje op de taart. Het meest bijzondere wat we misschien wel ooit hebben gedaan met de Koen en Sander Show. We gaan uitzenden vanuit een varende hete luchtballon. Je luistert naar de Koen en Sander Show. Je staat in de file op de A1, ik noem maar wat. En dan komen wij over. Ja, want dat is natuurlijk voor ons fantastisch. Maar ik denk als luisteraar ook dat het een bijzondere beleving is. Maar we kwamen er ook vrij snel achter dat met een reden nog nooit gedaan was. Het probleem waar we tegenaan liepen is dat het vrij kleine manden zijn allemaal. En gaandeweg kwamen we erachter dat Bas Ballon de ene grootste luchtballon van Europa had. En toen dachten wij, oké, maar dan zien we ineens wel mogelijkheden en dat biedt perspectieven. Julien, wij willen uitzenden in een luchtballon. Kan dat? Ja. Dat is echt wel heel erg gaaf. Geen idee hoe, maar we gaan het gewoon doen. Ik heb het onderzocht, ik heb verschillende testvaten gedaan, verschillende technieken geprobeerd. Heel veel mensen denken, als je in de lucht bent, heb ik gewoon wifi of 4G? Nou, dat is helemaal niet zo. Bortres Rental heeft mij geholpen en heeft geïnvesteerd in 2 keer 4K-zenders, waardoor wij 8 camera's los binnen kunnen krijgen in Apeldoorn, zodat we de eindregie ergens anders kunnen plaatsen en ruimte kunnen besparen in de mand. En dat is het plan. Er wordt gebruik gemaakt van 2 4K-zenders over RF. Daar worden in Apeldoorn 8 losse beelden uitgesneden. Daarnaast is er een datastream voor besturing en shading op afstand. Ja, ik heb je lijn binnen hier. Oké. En terwijl er in Apeldoorn hard gewerkt wordt om alle verbindingen op te zetten, wordt er in Hilversum gebouwd aan de mand. Dit wordt frame voor de aggregaat. Hele constructie. Wordt wel wat. We beginnen de Koen en Sander Show op een veld waar de ballon gaat opstijgen in een aparte mobiele studio. En dan stappen we op een gegeven moment over in de mand. Omdat we nog niet precies weten waar de ballon zal gaan landen en na de ballonvaart de show weer verder gaat in deze aanhanger, hebben we de hele studio mobiel gemaakt en in deze bus gebouwd. Het is een grote uitdaging om de radiostudio onafhankelijk van stroom, internet en locatie te krijgen. Maar het is ons gelukt. De Koen en Sander Show duurt natuurlijk 3 uur. Dat kun je natuurlijk nooit volledig uit de lucht doen. Dus gaan we eerst gebruik maken van 4G vanaf de grond, vanuit de transporter. Daarna gaan we over op de luchtballon en die zal het eerste stukje ook op 4G doen. Zodra we de zichtverbinding hebben, gaan we over op 2 keer 4K-zenders en een stereo link, zodat we het volledige programma draadloos en volledig onafhankelijk van stroom en alles kunnen uitzenden. De shots van buiten de ballon komen via een helikopter. Voor de onderlinge communicatie wordt gebruik gemaakt van portoverkeer via een Riedel intercomsysteem. Zo kan er, ondanks de hoogte, toch gecommuniceerd worden met de rijdende studio, Apeldoorn, de helikopter en Hilversum. Het moet wel even op de dag zelf samenkomen, want als het regent, waait of weet voor wat. Kijk, een vliegtuig is een afgesloten ruimte, een ballon natuurlijk niet. Dus ja, er komen heel veel haken en ogen bij kijken. En ook wel bang dat je landt, hè, want je landt toch in het gras. Dat je dan bijvoorbeeld 2 dagen later onder de douche staat en dat je blijkt dat je een take hebt. En dat je dat gewoon pas eigenlijk veel te laat, bijvoorbeeld in de Liesstreek. Dat je blijkt dus een take te hebben. Bas is al zo opgehouden. Wat is er nou? Ja, je ziet al dat hij denkt, laat maar, ik hoef het niet meer. Het is heel belangrijk. Ja. Wij gaan vanmiddag de lucht in. Nee! Ja! De Koen en Sander Show vanmiddag live vanuit een luchtballon. De man is net van de aanhanger gegaan, dus zo meteen op zijn kant. Kijk of alles goed zit. Dus leuk momentje dit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij de Koen en Sander Show. We kijken uit vanuit een klein mobiel studiootje op dit moment. Ja, op de luchtballon die nu op dit moment gevuld wordt met lucht. Sander, aan jou de eer. Jij mag als eerste. We komen los van de grond. Ja. Ja. Ja, ja, ja. We gaan omhoog. We gaan omhoog. En vanaf nu gaat het hard, hoor. Oké. Vanaf nu gaat het hard. Ik ga zwaaien. Dit is een metertje of 5. Ja, nu gaan we heel langzaam de lucht in. Oh man, oh man. We zijn inmiddels 10 meter van de grond. Ja. 20 meter van de grond. En hoor je dat sissende geluid? Kappen, Sander, kappen. Nee, echt. Niet doen.
Oh, dit is mooi. Hè? Het gaat harder dan je denkt. Oh. En er gaat nog een luchtballon naast ook nog. Ja. Oh, mijn jongens. Ja. Dit is natuurlijk het beste radio day aller tijden. Snel de wagen weer even inpakken en dan kunnen we zo meteen achter de ballon aan gaan rijden. Ik probeer echt in de verte te kijken en ik tril op mijn benen, net als jij. Maar het is zo ontzettend gaaf en we staan gewoon, ik sta met hier op aan een mengpaneel. We staan gewoon de show te maken. Even hartig woordje met Bas, want we gaan nu, je gaat niet met mij lopen fukken. Dit is hoger dan 500 meter. Dat heb je heel goed gezien. Ja, dat was de afspraak, Bas Ballon. Dit is ongeveer 2 keer zo hoog. Een live radio-uitzending maken met een studio in een varende luchtballon. Dat stond op de bucketlist van Koen en Sander. Door de samenwerking met diverse partijen is het gelukt en is er radiogeschiedenis geschreven. Man, dit was vet. Holy shit. Het is gewoon fantastisch mooi mee te maken, maar toch enger dan ik van tevoren had gedacht. Ja. Goed, dit was hem, de 5e bucketlist-uitzending. Een veelgestelde vraag aan ons is, maar gaan jullie nog door? Jazeker. Met de bucketlist wel. We gaan sowieso, met de Koen en Sander Show niet waar je zegt. Nee, met de luchtballon. Dames en heren, Ed Streller! Ja, verdomd mooi, Ed. Dankjewel. Ja, echt prachtig. Dit was wel even een momentje, hoor, vond ik zo.